Ek is Fatima Abdul van die tijdschrift Is It. Ik moet sê, vandag voel ek, dat is een mengelmoes van emotioneel en verlichting en blijdskap. Want nummer 1, dit is nie wat gebeur het nie, dat die ware geschiedenis van Afrikaans vanaf die 17e eeuw was aan ons oorgedra. En ek besef dat daar groot taak is wat voorlê, dat ons hierdie inligting moet deurgee na die gemeenskap toe. Dat Afrikaans is een mengelmoes van die Khoi, die Nederlands, die Maleis, wie ook al deel bygedra tot die taal. En dat het is 'n taal wat deur allemaal gepraat kan word. En daar is soveel dialekte en soveel nuwe woorde enzovoort. Maar ek voel emotioneel omdat ek is nou amper 50. En het sou so goed gewees het as ons dit nou al 10 of 20 of 30 of 40 jaar terug al geweet het of dat het in die openbaar genoem was. Dan sou die taalstryd soveel sterker gewees het en dat daar nie soveel teenkanting teenoor die taal gewees het nie. Maar nou ja, ons val het van hier af en ons praat namens ons taal en ons maak die beste daarvan. Het is deel van ons identiteit. Het is deel van my identiteit. As jy praat van herkomst het te doen met jou identiteit, het te doen met jou geschiedenis, het te doen met jou taal, en het te doen met jou, jou besittings, grond, eiendomme. So dit is belangrik dat jy, want taal is een communicatiemiddel. En as ek met jou in een specifieke taal praat, of in my taal praat, wat Afrikaans is, dan dat is deel van my identiteit. En my identiteit moet nie die volgende persoon se identiteit minder belangrik laat voel. Na vandag se symposium lyk dit selfs helderder. Want uiteindelik voel dit nie meer asof jy die hele tyd moet veg eers veg vir die taal en dan veg vir dit waarvoor jy staan nie. En Afrikaanse se inklusiewe erkenning maak dit vir my maklik om dit wat ek graag wil doen, en dit is die toekoms is hierdie tydskrif wat ons in gedagte het wat beide Afrikaans en Engels is, om mense net te kryp op 'n punt waar hulle net kan ontspan en hulle herkoms kan vier. Almal weet, as hulle met my gesels, is dit Afrikaans. En dit is nie, ek doen dit nie aspris nie, ek doen dit want dit is deel van wie ek is. Jy kan nie met my, ek sal Afrikaans, Engels praat, ek noem Engels my survival language. As ek moet Engels praat, dan sal ek dit praat. Maar andersins, as ek Afrikaans kan praat, waarom nie? Want dan leer ek jou ook om jou taal kennis te verbreed. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.